Jong Ajax bereidt zich deze week voor op een pittig duel tegen FC Eindhoven. En dat doet het weer met Peter Levenburg, die vorige week nog verstek moest laten gaan door een onderzoek aan zijn schouder. Die MRI-scan is afgelopen vrijdag geweest. Daar is uitgekomen dat er een heel klein scheurtje zit in de meniscus van mijn schouder. En dat hoeft niet heel erg te zijn. Daar heb ik ook niet veel last van. Het is meer dat pijn uitstoot naar spieren en pezen eromheen. We zijn nu bezig om die pezen en spieren allemaal sterker te maken, zodat klachten vrij weer wordt. Ik train nu met pijnstillers. Vandaag dan voor het eerst niet. Dat ging op zich goed. Met één bal met landen een beetje pijn, maar dat trekt heel snel weer weg. Dus op zich is dat goed. En wat ik net al zei, het kan vanzelf weggaan met goede behandeling, krachttraining. Dan moet de pijn steeds minder worden. Als het zo goed blijft gaan, dan ga ik vrijdag ook gewoon spelen. En dan proberen de belofte om voor de vijfde keer op rij ongeslagen te blijven. Maar de laatste vier wedstrijden leverden één zegen en drie gelijke spelen op. En die remises waren alle drie onnodig en kostten de ploeg dus 6 dure punten. Ja, je had bij wijze van spreken zomaar derde kunnen staan. Je krijgt na de wedstrijd natuurlijk een aantal vragen. En de vraag kwam in eerste instantie van de verslaggever. En waarop ik zei, ja, als je het inderdaad zo gaat bekijken, dan hadden we maar zo derde kunnen staan. Dus de laatste twee wedstrijden eveneens Helmond Sport en Jong PSV. Waarin we elk in de eerste helft zo oppermachtig zijn, de tegenstander onder druk zetten, afjagen. Ja, ik denk balbezitpercentages van 75-80%. En zeker een hele karre vracht aan 100% kansen. En dan bedoel ik echt 8-9 grote kansen. Waarin je normaal zegt, ja, die moet erin. Ja, dan is zo'n wedstrijd in de rust eigenlijk al dood gespeeld. Hè? Dan moet je op 3-4-0 staan. Ja, dat hebben we in beide wedstrijden niet gedaan. En dan blijft het een wedstrijd. En dan ben je ook de tweede helft vaak nog wel wat beter. Maar dan moet ik zeggen, is het wel wat minder. En creëren we nog wel kansen. En de tegenstander niet eens zo heel veel. Maar dan weet je dat je een tegenstander in leven houdt. En dan weet je nooit hoe zo'n slotfase met opportunistisch spel, hopen op een moment, hoe dat verloopt. Ja, binnen die context heb ik toen mijn antwoord gegeven. Ja, hè, als je dat even wegneemt, dan had je maar zo derde kunnen staan. Maar we moeten ook heel eerlijk zijn. Een onderdeel van het voetballen is dat je ook rustig moet blijven in zo'n eindfase. En dat je moet scoren. En dus eens kijken of we daar de komende periode winst in kunnen boeken. Het is eigenlijk zorgen dat je zelf het tempo bepaalt in de wedstrijd. En niet meegaan in het tempo van de tegenstander. Die hebben de eerste helft eigenlijk hebben ze nog best wat kracht over van de eerste helft. In de tweede helft gaan ze dan met publiek krachten, gaan ze vol druk op ons. Ja. Daar hebben wij niet meer de kracht om dat ook op te brengen. Omdat de tactiek Ajax in de slotfase nog wel eens opbreekt, rechtvaardigt dit de vraag of deze dan niet moet worden veranderd. We gaan er zeker geen aanpassing op doen. We krijgen de komende twee weken wat betere tegenstanders, zwaardere tegenstanders. Eindhoven uit, Os uit. Dus wat dat er gaat, is het alleen maar de uitdaging als je kijkt naar ontwikkelen van spelers. Ontwikkelen van speelwijze, ja, om dat ook in dat soort wedstrijden te doen. En dan moeten we ons dan zelf belonen. En mocht het dan nog niet beslist zijn, ja, moeten we gewoon er beter in worden om zo'n laatste pak een beet 20, 25 minuten ook meer te controleren. Eindhoven is vrijdag de derde club uit de top 4 die Ajax ontmoet. Eerder speelde de ploeg van Ulderink en Stam al tegen Roda JC en Volendam. Die duels gingen allebei. Dus is het de vraag hoe het team erop staat in topduels. Volendam kwam wel vrij snel met de 10 en later met de 9 man te staan. En Roda JC vond ik dat we de wedstrijd controleerden. Niet die kans hebben gecreëerd als we in de laatste paar weken creëerden. Maar ik vond dat we de wedstrijd daar absoluut onder controle hadden. En elk een resultaat hadden moeten halen daar. Dus ik denk wel, een ploeg die zelf ook wil voetballen, geeft ook vaak wat ruimtes weg om waarin wij zouden kunnen voetballen. Dus wat dat er gaat, zijn we ook erg benieuwd hoe we erop staan. Zeker in een uitwedstrijd tegen een ploeg als Eindhoven. Wanneer neem jij de beslissing of je speelt vrijdag? Ja, die neem ik helaas niet alleen. Voor mezelf heb ik al de beslissing genomen dat ik speel. Maar dat wordt morgen besloten in overleg met de dokter en de trainers. Maar dat komt wel goed.